Maar we hebben dus een docu gezien. En dat is King of Arcades. King of Arcades. I remember the day Richie shared his vision with me. He said, I think what this area is missing is a arcade. Like an actual place where people can come, play video games, have fun, and you know, nothing matters. It's just kind of like it was when we were kids growing up, you know? These games were everything back in the 80s. It's the coolest thing we ever seen. One game turned into another, which turned into another, and then another. And the games had completely taken over the house. At one point, my wife said, you know what, we should share this. His superstar was born. When you come to Richie Knuckles Arcade, it's as if you went into a time portal. An arcade will fall. You don't want to know, Faithy. You don't want to know. A hero will rise. Hundreds of classic arcade gamers flocked to Richie Knuckles Arcade this weekend. The King of Arcades video game documentary is in prime position to steal our love and attention. Nothing should ever stop you. Every obstacle is an opportunity. I love when filmmakers go to unexpected places and find stories that grab you and don't let go. Starring Ralph H. Baer. People just have no feeling for how magic all this stuff is. Walter Day. I want you to appreciate that this is not an average situation. Eugene Jarvis. Billy Mitchell. And Richie Knuckles. The King of Arcade. But the most impressive part of this to me is there's an arcade in New Jersey that still has a Q-Bert machine. Waar gaat het over? Het gaat over Richie Knuckles. Als je, ja, er worden een heleboel zijpaden even kort aangesneden. Maar het gaat over Richie Knuckles. Een guy die, sowieso natuurlijk als je de King of Kong hebt gezien, helden als Billy Mitchell en Steve Wiebe, die daar tegenover elkaar komen te staan. Richie Knuckles is ook een guy die highscores neerzet op verschillende arcade machines. Maar daar gaat het niet zozeer over. Hij knapt ze op. Hij heeft een enorme passie, grenzend aan OCD, hoe hij met die oude arcade machines bezig is. En op een gegeven moment zoveel van die machines heeft dat hij in New Jersey, waar hij vandaan komt, ook een arcadehal opzet met al die machines die hij gewoon in de jaren daarvoor heeft opgeknapt, door het hele land heeft verzameld. En ja, dat wordt een soort van hangout voor Steve Wiebe, Mitchell. Een soort van halle. Ja, alle figuren uit The King of Kong komen daar, alle grote namen. Ja, dat is echt zo'n kleine harde kern. Tegelijkertijd natuurlijk ook niet echt winstgevend. Dus het is ook een beetje het verhaal van hoe hij daar vanuit echt de puurste en oprechtste passie mee bezig is. Maar dat het ook niet altijd makkelijk is. En ja, dat is eigenlijk in grote lijnen de hele gist van de docu. Er worden uitstapjes gemaakt over de geschiedenis. Belangrijke personages of figuren in de rol van die een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van videogames. Ja. Die komen allemaal aan bod. Nolan Bushnell komt voorbij. Ja, absoluut. Ja, Nolan Bushnell die heeft Atari opgericht. En dat is ook wel een ding. Ik zit het laatste jaar zo keihard in die oude game content. Ja. Niet alleen het retro gaming verhaal van de consoles, maar ook die arcades. En ik heb een beetje meerdere lezingen gegeven, altijd op de universiteit. En ook nog steeds bij Beeld en Geluid, waar die retro experience was. Dus die hele geschiedenis zit zo hard in mijn hoofd de laatste tijd, omdat ik dat voor verschillende doeleinden weer helemaal op een rijtje heb moeten zetten. Ja. En dat is echt, vind ik, zo een toffe voorgeschiedenis. Het is, als je van games houdt, het is echt je culturele erfgoed. Nou ja, dat is dus ook het leuke van deze documentaire. Het zal heel veel, ik bedoel, de documentaire aan zich is oké. Het zit goed in elkaar, het doet wat het moet doen. Het is niet wereldschokkend of zo. Maar het voor een jongere generatie laat het zien van waar wij vandaan komen, hoe wij ermee zijn begonnen. En voor onze oude bokken, hè, zullen we maar zeggen. Is het een feest van herkenning, man. Ja. Al die kasten. En mijn god, wat heeft die man een prachtige kasten. Hij knapt ze dus ook echt tot in detail. Ja, alsof ze nieuw zijn. Ze worden weer gloedje nieuw. Ja. Maar wat ik er wel bij had. Kijk, The King of Kong. Dat is sowieso de massie documentaire als het gaat over gaming. Ja. Retro gaming. Ja. Wat daar gebeurt, en dat is er zo mooi aan, is dat je, terwijl het echt volledig echt en unscripted is, dat er een filmisch verhaal ontstaat tussen twee rivalen. Ja. En dat al die personages, zoals ze in die film aan bod komen, en dat heb ik al meerdere keren aangehaald, die komen echt rechtstreeks uit een Coen Brothers film. Ja, dat klopt. We hebben het inderdaad al een keer. Het zijn zulke weirde characters. En dat is op een geniale manier. En de King of Arcades, die heeft niet zo'n mooi verhaal. Het is niet meer of minder dan het verhaal van Richie Knuckles, wat cool is. Ja, absoluut. Maar weet je, bij The King of Kong, daar ontstond iets. En dat werd meer dan
dan wat je verwachtte. En de King of Arcades heeft het op geen enkel moment. Dus die Richie Knuckles is een hele coole guy. Mm-hmm. Dus dat is tof om te zien. En zijn verhaal is ook cool. Weet je hoe hij op een gegeven moment door bepaalde redenen, je moet het ook in maar kijken, ervoor kiest om echt te gaan doen waar zijn hart ligt. Ja. En dat is natuurlijk altijd een prijzenswaardig iets. Ja, zeer zeker. Ja. En inderdaad gewoon het feest der herkenning van de oude arcadekasten. En het verhaal dus, want dat heb ik niet afgemaakt, een stukje van Nolan Bushnell. Die heeft Computer Space gemaakt samen met Dapner, zijn partner. En dat is de eerste commerciële arcadekast. En het was een enorm moeilijke game. Geen succes geworden, maar zij hebben Atari opgericht. Ja. En dat was natuurlijk ook niet de eerste thuisconsole, maar wel de basis ook van gaming geweest. Ja, nee, zeker. Kijk, al dat soort figuren, dat je dat allemaal ziet, dat is heel vet. Het is ook zo dat je hoeft niet echt into retro gaming te zijn, maar het is natuurlijk wel gewoon heel tof dat je een beetje weet, hè, als je op je PlayStation 4 Destiny zit te spelen, van ja, wat is daaraan vooraf gegaan? En dat komt wel heel mooi in beeld. De kasten die ze laten zien zijn in het begin allemaal vrij bekende kasten. De Donkey Kongs, de Galaga, dat soort titels. Maar ook hele obscure kasten. Ik bedoel, had jij vroeger, want arcadehallen zijn dus bijna nergens meer te vinden. Dat er dus ooit een wet ingevoerd in Nederland dat het op gokken zou lijken of zo. En daardoor werd het er steeds minder. Ja. Had jij een kast waar je gewoon echt niet vanaf te mappen was? Ja, wel echt meerdere. Ik heb echt letterlijk vanaf klein kind tot dat ze verdwenen uit het straatbeeld hier in Amsterdam. Dan heb ik altijd in de arcades gezeten. Ja. En ik heb Spy Hunter heb ik heel veel gespeeld. Wonder Boy. De twee Star Wars kasten, Star Wars Arcade en Return of the Jedi. Ja, nice. En ook de generaties daarna. Ik heb Shinobi echt helemaal kapot gespeeld. Die vond ik zo vreed. Gauntlet. Ja. Nou ja, voor mij was het, even kijken hoor, Afterburner heb ik heel veel gespeeld. Space Harrier heel veel gespeeld. Ja. En een persoonlijke favoriet, Operation Wolf. Ja. Ja. Met de Uzi, die bewoog. Man. Ja, weet je, dat is het mooie. Er zijn en dat komt niet per se uit deze docu, maar er zijn zoveel goede verhalen daar. Want die Afterburner en die Space Harrier en Hangout ook. Ja. En Virtua Fighter. Die zijn allemaal van Yu Suzuki en die heeft natuurlijk Shenmue gemaakt. Werkt nog steeds bij Sega. Het is niet alleen maar een afgesloten hoofdstuk. Nee, zeker niet. En wat ze heel erg beschrijven ook in die film, die passie die mensen erbij hebben. En we hebben nog niet zo lang geleden ook een Game Kings aflevering opgenomen. Op een retro event waar allemaal oude arcadekasten stonden. En dan hadden ze ook een beetje de sfeer van een arcadehal nagemaakt. En dat ook in deze docu gewoon het gevoel als je zo'n hal binnenloopt. En alles is 80's, weet je, van het tapijt tot het behang. En dan al die kasten, die natuurlijk heel erg 80's zijn, überhaupt qua styling. Het geluid, weet je, de cacophonie van al die verschillende games dwars door elkaar heen. Ja, ik weet niet, het raakt bij mij gewoon een bepaalde gevoelige snaar. Dat is zo, niet alleen nostalgie, maar ik vind het nog steeds tof. En wat ze ook beschrijven, dat gevoel als je achter zo'n arcadekast gaat staan, weet je, de artwork erop, het scherm, de kleuren, de arcade stick met de knoppen, dat is een gevoel dat sommige mensen, die hebben daar echt wat mee. Ja, zeer zeker. En dat gaat niet weg. En wat die documentaire ook gewoon heel netjes doet, is dat het stipt ook gewoon een beetje het begin aan van competitive gaming. Ja. Ik bedoel, de naam Walter Day zullen heel veel mensen niet kennen, ook al gaan ze naar QuakeCon of whatever, wat voor toernooi dan ook. Maar dat was een man die hield alle highscores bij, de wereldrecords, op die kasten, waardoor er gewoon echt een soort sport werd natuurlijk. Ja, dat was natuurlijk ook het verhaal van King of Kong. Absoluut. Waar die een mooie rol. En je hebt ook Ghost of the Arcade, dat is ook nog een docu waar ook heel veel van die personages weer in voorkomen. Maar hij was letterlijk, hij kreeg videobanden van mensen die met gewoon oude videotapes het scherm hadden gefilmd dat ze aan het spelen waren. Ja. En dat was het bewijs dat ze die score hadden. En hij was dat aan het archiveren. En niemand had überhaupt bedacht dat er een competitie was. Ja. Dus laat staan, weet je, dat iemand de moeite neemt om dat op die manier te doen. En dan nu inderdaad, wat ze ook aanhalen in Duitse docu, League of Legends, waar je 2 miljoen wint. Ja, weet je, dat is de basis die daar is gelegd. Ja, absoluut. Ja, vroeger kreeg je een plakkaat, stond je in het Guinness Book of Records. En dat was het pretty much, weet je. Maar hoe lekker was het gevoel dat als je naar de arcadehal ging en je zag nog steeds je eigen, want je kon maar 3 letters invoeren. Bij mij was het UFO volgens mij. Maar nog steeds je eigen naam in de top staan. Ik ga hem niet noemen, maar mijn naam overal
is nog steeds op basis van die drie letters. Ja. Dat, want inderdaad, vroeger moest je een gamersterk voor jezelf bedenken met drie letters. En ja, ja. Dat heb ik dus ook. Ja, ik dus ook. Nou ja, goed. Hele toffe docu dus. Het zit goed in elkaar. En zeker als je ook maar een beetje wil leren hoe dat vroeger voelde. Ja. Hè? Toen wij nog jong waren. Ja, ja. Ja, ik vind het wel belangrijk als we dan toch, weet je, vanuit Filmkings niet alleen maar beschrijven hoe tof het is om die kasten te zien. Nee. Docu-technisch is het niet een hele spannende docu. Dat nee. is wel gewoon zo. Nee. Die Richie Knuckles is een coole guy. Dat maakt het leuk om te zien. En inderdaad gewoon alle kasten. En het verhaal is cool, maar verder niet. Weet je, het is niet meer of minder dan wat je aan het begin. Op een gegeven moment, een half uurtje of drie kwartier, dacht ik van, wat gaat er voor twist komen? Want een docu probeert toch altijd een beetje iets te doen. En er was één punt, maar die zag je natuurlijk al aankomen. Een soort van tegenslag. Maar verder gebeurt er niets en dat is fijn. Ja, dat is prima. Ja. Het is gewoon een hele interessante docu. Dus zeker een aanrader voor mensen die van gamen en van retro gamen houden. Absoluut. Als je daar ook maar enige affiniteit mee hebt, dan moet je het sowieso kijken. Zeer zeker. Heb je nog een tip voor de mensen thuis? Ja, ik vind het wel moeilijk. Ik had het idee dat ik een paar belangrijke dingen ben vergeten. Maar één film van een paar maanden terug. Want dingen als The Machine en Under the Skin, die hebben jullie natuurlijk al aangehaald hier. Ja.